We staan hier bij de Me Next. Is een prachtig kacheltje om te gaan besparen op je energiekosten voor verwarming. Ja, de pellet kan gewoon aan. Je stelt de temperatuur in. En zodra je de temperatuur ingesteld hebt, stel je ook het vermogen in. Zet je hem aan. Dan gaat hij in een hogere stand de kamer opwarmen. En als hij dan de temperatuur bereikt heeft in de kamer, dan gaat hij op de laagste stand staan branden. Nou, die laagste stand, die zie je nu hier. Hij blaast niet zo hard. Hij is nu mooi stil. Mocht het nou zo zijn dat hij in die laagste stand te veel warmte geeft en dat je kamer hogere temperatuur bereikt dan wat je ingesteld hebt, dan heeft de fabrikant bedacht, dan zetten wij er een stand-by functie op. Die stand-by functie betekent dat zodra je hem activeert, die staat standaard niet geactiveerd, dus die moet je als gebruiker gaan activeren. Op het moment dat je die hebt geactiveerd, kun je kiezen bij hoeveel hogere temperatuur in de kamer dan dat je hebt ingesteld die uitgaat en wanneer die weer aangaat. Dus, voorbeeld, je zet hem op 20 graden, je zet de stand-by functie op 1 graad, dan is 20 plus 1 is 21 graden. Wordt het dan 21 graden in de kamer, dan gaat hij helemaal uit. Nou is het zo bij een pelletkachel, dat als hij uitgaat, dan wil hij zo snel mogelijk koelen. En wanneer wordt iets wat heet is snel koud? Als je gaat blazen, doe je ook met de thee. Als de thee te heet is, dan ga je blazen in je kopje. Thee wordt lekker koud, kun je drinken. Nou, zo moet je dit ook zien. De meeste kachels die wij tot nu toe hebben verkocht, die gingen vrij hard blazen. Wat gebeurt er dan als hij in die stopfunctie gaat? Dan vinden mensen dat hij te hard blaast en hij maakt te veel geluid. Hier is de Julia Next uitgezet. Die gaat nu 10 minuten uitblazen. Dus de Julia is zo gemaakt, als je hem uitzet, dan gaat hij zo snel mogelijk koelen. En hij koelt door harder te blazen. En dat doet hij nou. Dat hardere blazen maakt geluid, wat je nu hoort. En als hij een bepaalde temperatuur heeft bereikt in de uitlaatgassen, dan pas gaat hij helemaal uit. Dus daar gaat hij nu naartoe werken. En de fabrikant heeft bepaald dat hij dat zo doet met dit geluid. Deze snelheid. Nou, dat is dus een van de grootste klachten. Het wordt te warm in de kamer en als ik de eco stop instel, dan zit ik iedere keer in dat geluid dat hij uitblaast. Nou, daar hebben wij wat op bedacht. Bij de Me Next hebben wij software aangepast dat zodra die in de standby functie uitgaat, maar ook als je hem gewoon met de hand uitzet, dan gaat hij niet heel hard blazen. Dus wat je nu hoort, dat zal in de cool-down fase, in de stopfase, eigenlijk precies hetzelfde zijn. Dus je merkt geen verschil meer. Is hij nou aan het uitgaan of staat hij nou gewoon te verwarmen? En dat is op zich fijn voor de kleinere ruimte, want heb jij een kleine ruimte waar het te snel warm wordt, dan zou je iedere keer uit aan moeten zetten of in die stand-by functie en zit je iedere keer in het geluid. Nou ja, daar worden mensen niet blij van, dus vandaar hebben wij de Me Next. En daarom zeggen wij eigenlijk ook, de Me Next is perfect om je gasverbruik te drukken. Is niet duur met installatie en alles, ja, ben je nog onder de 2000 euro klaar en je kan zo 700, 800, 900 euro per jaar besparen op je gasgebruik. Ten aanzien van gas. Dus gas, pellets van elkaar aftrekken, hou je 7, 8, 900 euro over. En we krijgen hier zo'n mensen binnen die zeggen, ik heb gewoon 2000 euro bespaard. Moet je nagaan, 2000 euro heb je met een jaar terug verdiend. Dus, geweldig, fantastisch. Nou, ik ga nu even demonstreren. Als ik hem dus nu lager in temperatuur zet, dan zul je zien dat hij ontdekt dat het hier warmer is dan ingesteld. En dan gaat hij uit. En qua geluid hoor je niet zoveel verschil. Je ziet wel dat vlammetje uitgaat. Nou, dat is fantastisch toch? Dan word je helemaal blij. Het is hier nu 22 graden. Ik heb het verschil ingesteld op 1 graad. Dus ik zet hem even expres veel lager. 17. Ik wil nu dat het 17 graden is in de kamer. En meer dan 1 graad verschil. Dan zal die straks uitgaan. Hij is nu al met de EcoStop begonnen. En je hoort eigenlijk geen verschil met als hij in de laagste stand brandt. Dus als je nu lekker aan je thee zit, kachel gaat uit, merk je niet eens het verschil. Hij blaast nog even lekker wat warme lucht uit. Het mooiste is dan natuurlijk dat hij ook
Zodra die auto dus vrij lang uitblijft, want hoe langer hij uitblijft voordat hij weer aangaat, bespaar je ook nog superveel pellets. Dus je pelletverbruik gaat misschien ook nog wel 30 tot 50% naar beneden. Dus ja, geweldig. Maar mensen gebruikten dit bij andere kachels liever niet om het geluid. Nou, dat hebben we opgelost. Toppie, zou ik zeggen. Dus wil je besparen op je energiekosten? Wil je je gasverbruik naar beneden? De Mi Next is onze keuze. Aan het begin van de vlog hebben we even getoond hoeveel geluid de Julia maakt, als je de Julia Next als je uitgaat. Je hebt daar ook gezien dat we het display hebben gefilmd. Nou, het display ligt gewoon zichtbaar boven op de plaat. Als je dan gezellig in de kamer zit met sfeerlichtjes, dan schijnt dat display helemaal groen op in je kamer. Nou, de hele kamer groen, dat vindt niemand mooi. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben het display hebben wij onder de klep gezet, zodat het licht afkomstig van die bezuivering niet opschijnt je kamer in. Nou ja, dus dat is gewoon weer een topvoordeel van de Mi Next. En een ander supergroot voordeel is, de Mi Next die kan, is niet dat het moet, maar hij kan de afvoer aan de bovenkant hebben. Nou, wat is nou het voordeel van je rookgasafvoer aan de bovenkant? Dat is de ruimte achter de kachel kan minder zijn. Dus je kan hem zeg maar op 5 centimeter van de muur zetten. Dat betekent ook, als jij 10 centimeter, 15 centimeter dichter op de muur zet, dat je ook minder ver de kamer in komt. Dus als jij een kleine ruimte hebt en je wil niet dat die hele kachel midden in je kamer staat, dan moet je kiezen voor bovenafvoer. Dus dat heeft deze kachel allemaal in zich. Dus hij heeft nogal wat voordelen, deze kachel. Hij is niet duur. Op het moment in de aanbieding, ga maar checken op onze website. Prachtig mooi prijsje. Bovenafvoer, de mogelijkheid. Hij kan ook gewoon achter, dus kan. Het display ligt onder de klep, dus je hebt niet dat hinderlijke blauwe licht je kamer in. Silent stop, nou dat heb ik net helemaal verteld hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit. Dus silent stop, ook fantastisch. Enorm veel warmte komt er uit dit kleine kacheltje. Er zijn merken die hebben veel grotere kachels, die zijn 2.000, 3.000 euro meer in aanschaf. Die halen niet eens wat hier aan warmte uitkomt. Continu draaiende pelletmotor, waardoor je niet om de zoveel seconden het geluid van die vijzel hoort. Keramisch startelement. Keramisch startelement, dat betekent gewoon dat die betrouwbaarder opstaat. Langere levensduur. Top, geen problemen bij de opstart. En gietijzeren brandenbak. Er zit gewoon een gietijzeren brandenbak in. Wat wil je nog meer? Fantastisch. Mooi compacte afmeting. 76 centimeter hoog. En 44 centimeter in het vierkant. Dus past ook heel mooi in de niet te grote woonkamer. Ja, verder gewoon topdesign. Mooi strak. Geen tierentijntjes. Gewoon een topkacheltje. Ik zou zeggen van, als jij wilt besparen en gaat je blauw betalen aan gas, dan wist ik het wel. Ik kocht een pelletkachel. Een Mi Next van Blue Solid Nextfire. Toppie. En daar gaan we voor. Jee. Zelfs met het prijsplafond, als je doorrekent, bespaar je gewoon met gemak 700, 800, 900 euro. En als je eenmaal aan die vlam gewend bent en die warmte, wil je gewoon niet meer anders. Er kan geen warmtepomp tegenop, er kan geen gas-cv-ketel tegenop. En like mij. Thank you.